je ziet heel veel sporten in heel veel stadia. Gisteren haalt Daphne zilver, wat natuurlijk een prachtige prestatie is. Ze kwam voor goud, maar laten we wel wezen, zilver is een medaille. Ik kan me niet heugen dat we dat hebben gehaald op deze atletiekafstand. Martina die plaatst zich dan weer voor de volgende ronde. Dus het zit in allerlei stadia. Dat is het mooie van de Olympische Spelen. Hoe heeft u inmiddels de hele evenement eigenlijk in de buitencategorie ervaren? Als een achtbaan. Wij proberen zoveel mogelijk te zijn waar de Nederlandse sporters zich kwalificeren of een finale lopen of spelen. En dan zit je in hele verschillende fasen. Dus je gaat naar Epke Zonderland die zijn Olympische droom in duigen ziet vallen. En tegelijkertijd heb je de handbaldames die zich weer een ronde verder kwalificeren tegen Brazilië. Wat natuurlijk een wedstrijd is waar het hele stadion het dak eraf gaat. Omdat die Brazilianen zoveel herrie maken. En onze Nederlanders gewoon cool doen wat ze moeten doen. Terwijl ze toch ook wel herrie kunnen maken? Jazeker. En ik ben ook heel trots op al die oranje vlekken die ik overal in de stadion zie.